Dus een koe die 10 liter per dag geeft, die mag 2 keer gemolken worden. En een koe die 40 liter geeft, mag 4 keer per dag gemolken worden. Zo gauw een koe in de box komt, wordt die herkend door middel van een halsbandresponder. De computer kan dan zien via een driedimensionale camera waar de spenen zich bevinden. Zodra dat robot aangesloten is, dus het melkstel, en er komt uit 4 spenen melk, dan haalt de robot de arm weg onder de koe en gaat hij naar de volgende koe die dan gemolken wordt. Op het handterminal, zoals wij dat noemen, staat dus het oornummer op, het koenummer. En daar staat een T'tje voor, dat wil zeggen, dan gaat de melk in de tank. Het kan ook zijn dat we kalvermelk nodig hebben. Voor als een koe gekalfd heeft, dan moet het kalf dus moedermelk hebben. Dan staat er een C'tje voor, dat betekent, wordt de melk gesepareerd in een andere emmer, zodat we die melk aan de kalveren kunnen geven. Wij denken dat dit systeem door meerdere malen per dag te melken goed is voor de koeien, zodat er minder druk op de uiers is. Voordat een koe melk geeft, zo gauw dat het melksteller aangaat, wast hij dus eerst de spenen door middel van een desinfectiemiddel, zodat de spenen mooi schoon zijn en de melk dus ook mooi schoon in de tank gaat. Als het melksteller afkomt, de uier mooi leeg is, dan wordt er een desinfectiemiddel van onderuit gespreid tegen de spenen aan, zodat ze geen ontstekingen krijgen aan de spenen. 2 maal daags wordt heel het systeem gereinigd, zodat alles mooi schoon blijft. Oh, en na iedere melkbord wordt het ook gespoeld, zodat er geen bacteriën meer naar de volgende koe gaan. Als er blijkt dat er iets niet goed is met de melk, als een koe ziek is, wordt die met antibiotica gespoten. Dan moeten wij dus in de robot invoeren dat dat dus gebeurd is, zodat de melk niet in de tank gaat, maar dus gesepareerd wordt en in de drain gaat, in de put, zeg maar. De koeien worden gelokt door middel van brok. Ze kennen die heel snel. Er zijn koeien die weten precies iedere 5 uur te komen.